En dan komen we bij vraag 2. En dat is zoals elke week de handen omhoog of ik tweet vraag. Ja, afgelopen maandag was een topdag voor de Nederlandse jongeren. En een fantastisch concert van Beyoncé. En de scholen waren dicht, althans in Leiden waren de scholen dicht. Er was namelijk één jongen met een dreigtweet en die gooide daar alle scholen dicht. En sowieso regende het deze week dreigtweets. Als ik in de klas iets moet zeggen, moet ik blozen. En ik word met gym altijd als laatste gekozen. Niemand ziet me staan en niemand ziet me zitten. Niemand kent mijn naam behalve dan op Twitter. Ik heb geen vrienden of zo, maar wel mijn laptop. S'avonds op mijn kamertje ga ik het net op. Ik denk als je het me ziet, dat je het niet verwacht. Maar op het internet, daar heb ik de macht. Daar ben ik bedreiger, ik ben een hater. Ik ben een krijger, ik ben geen prater. Ik ga je tweeten, ik zal je schieten. Middags te zwijgen, s'avonds te drijven. Als ik op mijn school mijn leraren wil slukken, hoef ik alleen maar wat toetsen in te drukken. Alle scholen dicht en overal politie. Docenten zitten zielig thuis als Moscovici. Schrijf je slechte liedjes, dan zeg ik dat je dood moet. Heb je daar kritiek op, dan zeg ik dat je dood moet. Maar ben je de politie, tweet ik dat je dood moet. En ben je Mies Bouwman, dan zeg ik dat je dood bent. Want ik ben bedreiger, ik ben een hater. Ik verzin een doodsbedreiging en hij staat er. Smiddags een loser, s'avonds een kijker. Op mijn computer ben ik bedreigder. Ik zal je laten zien wat ik hiermee kan doen, schat. Plat op de bank, liggend leg ik de bank plat. DigiD, ING, KPN. Smiddags dineur en s'nachts Cyberman. Wij zijn nog machtiger dan Obama. Nee, je bent gewoon een nerd in een pyjama. Nee, ik ben een bedreiger, wij zijn de hackers. Slechter met taal nog dan Daphne Dekkers. Je kunt nooit weten of het echt waar is. Wij zijn gevaarlijker dan Suarez. Ik ben bedreiger, ik ben geen...